Ik ben het initiatief begonnen, Triathlon for Life, om mensen zingeving te geven in het leven. Ik las 2 jaar geleden een artikel in NRC. En dat was Jeroen van Giersbergen was met Atletiek Nijmegen gestart. Met 6 man uit Eritrea om te gaan hardlopen, omdat dat zoveel energie gaf. En ik denk nou, dat is een fantastisch idee om dat ook in Maastricht en Heerlen toe te passen. En ik heb zelf de Ironman gedaan op 6 augustus. Ik ambieerde op een gegeven moment een sportieve uitdaging voor deze mensen. En daarom heb ik dit gestart. Hoe is deze project ontstaan? Nou, dit project, ik ben benaderd door Michel Dekkers, de man die deze vluchtelingen begeleidt en daarmee gaat sporten. Hij heeft mij benaderd om samen te kijken naar initiatieven voor sport en bewegen voor vluchtelingen. Ik werk als sportmedewerker binnen het AZC in Heerlen en Maastricht. En ik faciliteer daar de sportmogelijkheden voor de vluchtelingen. En op die manier zijn we samen gaan kijken wat we konden doen. Hij had heel veel affiniteit met het triathlon, met hardlopen. En hij wou graag met die insteek de vluchtelingen en bewoners van de AZC bereiken. En voor ons is het natuurlijk een heel mooi doel om de focus van deze mensen ook op iets anders te leggen. Dus ook op het integreren, op de gedachten op iets anders kunnen zetten. En niet alleen bezig zijn met het vluchten of bezig zijn met Nederland of het land van herkomst. Maar gewoon de gedachten op het anders kunnen zetten en streven naar een nieuw doel. En wat verwacht u te behalen? Ik verwacht dat deze mensen doorzettingsvermogen, of in ieder geval discipline kunnen opbrengen, zodat zij volgend jaar een teamverband, ik wil met 3 teams gaan deelnemen in de Ironman, dat ze de finish kunnen gaan halen. En ik verwacht een degelijke samenwerking met die mensen. En zij beginnen met hardlopen en vervolgens gaan zij bij TCM zwemmen en later fietsen. En de finish halen is het doel, samen met een team. En wat is er mooier om samen te gaan hardlopen. En eentje hardlopen, ander zwemt. In dit geval 180, 3,8 kilometer zwemmen en dan fietsen 180. En degene die hardloopt, die doet dan de marathon. Als je dan een teamverband kunt doen, dan is dat fantastisch. En ervoor zorgen dat de mensen een gezonde en leuke levens te hebben. En ook het sociale aspect is heel belangrijk. Want zoals je ziet, de mensen komen ook in contact met Nederlandse sporters, met bewoners van de stad Maastricht. En op die manier hopen we gewoon dat we iets heel moois kunnen neerzetten. En vandaar dat we hier vandaag de kick-off van hebben gegeven.